En vandaag willen we het met jullie ook heel graag hebben over de betrouwbaarheid en de tevredenheid van kleine huishoudtoestellen. En wie beter dan Sebastiaan Stevering? Kom erbij. Om het daar met mij over te hebben, Sebastiaan. Hallo. Goedemorgen. Jij bent... Goedemorgen. Ja. Hey, Sebastiaan. Ik associeer jou met statistieken. Hè? Exact. Dat betekent dat is mijn expertise. Dat is jouw expertise, maar dat betekent dat het over op zich eender welk product of onderwerp kan exact. Gaan. Hè? Exact. Jullie hebben een onderzoek uitgevoerd. Daarover gaan we het vandaag hebben, of dat is de aanleiding voor dit gesprek. Naar dus die tevredenheid, betrouwbaarheid van kleine huishoudtoestellen. En je noemde enkele cijfers, maar ik laat jou aan het woord. Ja. En ik vond die wel vrij impressionant. Jullie zijn grondig te werk gegaan. Ja, ja. Dus hoe hebben we dit onderzoek gedaan? Het is eigenlijk een jaarlijks onderzoek dat we doen. Mm-hmm. En we doen dat nu al... Ik zou het niet kunnen zeggen. Het werd al gedaan voordat ik er was. Ik heb het alleszins al voor de zevende keer gedaan deze keer. Ja. Naar de betrouwbaarheid en tevredenheid van de kleine huishoudtoestellen. We werken daarbij samen met consumentenorganisaties in Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje. En we hebben dus voor dit onderzoek meer dan 76.000 antwoorden ontvangen. Natuurlijk kunnen die mensen ook nog eens spreken over verschillende toestellen. Mm. Dus dat heeft ons toegestaan om meer dan 135.000 toestellen te gaan beoordelen. Ja. Dus dat is toch al een stevige portefeuille. Waarmee daar kun je dan eens een conclusie uit trekken. Voilà, hè? Daar kunnen we toch al wel interessante resultaten gaan uithalen. En dus we meten de betrouwbaarheid, de tevredenheid en de levenscyclus van ieder van die toestellen. Ja. Maar hoe doe je dat? Ja, dat is dan... We gaan beginnen met de eenvoudige, tevredenheid. Okay. Tevredenheid is, we vragen hoe tevreden bent u over uw toestel? Een punt op 10. En we maken daar een gemiddelde van. En dat wordt dan een score. Voilà, dat is eenvoudig. Maar ze moeten waarschijnlijk ook aangeven hoe lang heb je dat toestel al? Exact. Enzovoort, want anders kan je ook niks over die levenscyclus zeggen. Voilà. Ja. Dus met de betrouwbaarheid, dat wordt dan een aantal meer variabelen dat we in acht nemen. Langs de ene kant gaan we kijken naar de leeftijd van het toestel, mm-hmm. en hoe vaak ze het toestel gebruiken. Ah, ja. En langs de andere kant gaan we dan kijken welke problemen ze al hebben ervaren en hoe ernstig dat die problemen waren voor dat toestel. Mm-hmm. En het is natuurlijk logisch dat een toestel dat het al lang volhoudt en weinig problemen heeft, een goede score heeft en omgekeerd voor de andere mogelijkheid. En die betrouwbaarheidsindex gaan we dan maken op 100 punten. En dus elk merk krijgt een punt op 100 punten. En tenslotte hebben we de levenscyclus. Daarvoor moeten we gaan kijken naar het voorgaande toestel, want het toestel moet al vervangen zijn. En dan gaan we kijken naar waarom dat ze het toestel hebben vervangen en hoe lang dat ze dat vorige toestel hebben gehad. En we nemen enkel rekening, of we houden enkel rekening met de toestellen die zijn vervangen geweest voor betrouwbaarheidsredenen. Mm. Dus als het toestel kapot is gegaan, niet indien we het toestel gewoon willen vervangen omdat we iets nieuw willen of omdat we een cadeau hebben gekregen. Ja. Dus voilà, dat is waarom. Dus dat is wel een belangrijk onderdeel. Ja, oké. Okay. Dan denk ik dat we de spanning erin gaan houden en we gaan geen resultaten of merken noemen. Daarvoor gaan we gewoon iedereen naar de website sturen. Wat denk je daarvan? Exact. Dat is... Goed idee. Alles, het zouden ook veel te veel tabellen zijn om te overlopen. Maar dus die staan zeer binnenkort allemaal op de website. Yes. En we gaan die ook publiceren in het magazine van september. Maar we kunnen misschien wel een aantal interessante algemene resultaten meegeven, hè? Ja, dus zeker bij de kleine huishoudtoestellen. We hebben het dan eigenlijk over de keukentoestellen, mm-hmm. en de stofzuigers en de strijkijzers. Dat is hoe dat wij de kleine huishoudtoestellen mm-hmm. definiëren. Er zijn er een aantal die een forse opmars aan het doen zijn in onze huishoudens. En dat zijn met name de steelstofzuigers en de robotstofzuigers. Die zijn meer en meer in de huishoudens aan het komen. En ook de airfryers en de keukenrobots met een kookfunctie worden steeds populairder. Mm-hmm. En die keukenrobots met een kookfunctie, dat zijn keukenrobots die zowel je voeding gaan snijden als daarna ook gaan koken. Mm-hmm. Die waren al zeer populair in de landen, in de zuiderste landen van Italië, Portugal en Spanje. Maar die zijn in België nu ook meer en meer in de keukens aan het komen. Alright. En ten tweede hebben we daar ook nog eens dat de kleine huishoudtoestellen worden gewoonlijk vervangen voor betrouwbaarheidsredenen, dus wanneer dat ze kapot aan het gaan zijn. En dat is wel goed nieuws voor duurzaamheid. We zijn ze niet zomaar aan het uitwisselen. Want bijvoorbeeld bij high-tech toestellen is dat dan weer wel veel vaker het geval.
Maar het is dus niet zo dat we ze zomaar weggooien. En ja, op datzelfde niveau, iets minder goed nieuws, er is toch een aanzienlijk deel dat hun toestel vervangt, terwijl ze het eigenlijk hadden willen herstellen. Dus 10-20%, afhankelijk van het toestel, die wou hun toestel herstellen, maar ze vonden de onderdelen niet of de kostprijs van de herstelling was hoger dan een nieuw toestel. Het was het niet waard. Dus het was het niet meer waard. Nieuws, ja. En dat is toch wel iets waar dat het nog beter zou kunnen. En daar kunnen fabrikanten natuurlijk ook een grote functie in spelen om die duurzaamheid van onze toestellen te verbeteren. En dat zien we ook in die cijfers online. Ga je daar ook echt op in? Bij welke misschien een herstelling duurder is of moeilijker dan bij andere toestellen? Daar zijn we niet specifiek per merk op ingegaan, ook omdat het zo'n ingewikkeld geheel is. Maar we zijn ook wel nog een studie naar repareerbaarheid aan het doen. Dus misschien volgend jaar. In het kader van die duurzaamheid is dat toch ook wel een heel belangrijk topic. Dus, hè? Dus we gaan daar ook wel eens een focus op. Heel goed. Ten slotte misschien nog tips van jou? Ja, dus tips om een toestel zo lang mogelijk te doen meegaan. Ja. Ten eerste, als je een probleem hebt tijdens de garantieperiode, al is het maar een kleiner probleem, ga ermee terug naar de fabrikant. Ja, dat is een goede tip. Want een klein probleem kan evolueren naar een groter probleem en je zal dan weer het ongeluk hebben dat het dan net buiten die garantieperiode valt. Mm-hmm. Dus doe dat. Kies ook een toestel dat aan jouw noden voldoet. Heel veel mensen kopen een toestel dat heel veel mogelijkheden heeft en veel gadgets en veel... interessante zaken, zoals bijvoorbeeld een microgolfoven met een grillfunctie, met een hete luchtoven en nog andere manieren om je eten te koken, terwijl je het voor het merendeel van de tijd gaat gebruiken om je soepje op te warmen. Dus keep it simple. Ja. Als je een ingewikkeld toestel koopt, heb je ook meer punten waarop het kan mislopen. Ja, dat klopt. Ja. Daaraan aansluitend, let op met smartfuncties en met batterijen. Dus bij de... Dat is een punt aansluitend is, veel fabrikanten beginnen nu smartfuncties toe te voegen aan huishoudtoestellen. En dat kan misschien wel eens leuk zijn. Je kan bijvoorbeeld je espressomachine al opzetten terwijl je wakker wordt in je bed. Maar opnieuw, hoe ingewikkelder een toestel wordt, hoe sneller het kapot kan gaan. Ja. En we hebben ook al duidelijk gemerkt, hoe meer software er in een toestel zit, hoe korter de levensduur wordt van dat toestel. Je moet maar bijvoorbeeld denken aan een smartphone nu ten opzichte van de mobiele telefoons van vroeger. Niet kapot te krijgen. Exact. Ik ben zeker dat iedereen nog ergens een Nokia in een schuif heeft, 33 heeft liggen. Present. Voilà. Die had er ook een koffertje zonder enige reden, want het ging toch niet kapot. Inderdaad. Maar dus dat is een evolutie die we aan het zien zijn bij de kleinhuishoudtoestellen ook. En waar we toch wel bedenkingen bij hebben. Dus keep it simple. Ja. En dan hetzelfde met de batterijen. Mm-hmm. Dus de steelstofzuigers en de robotstofzuigers in dit geval. Daar merken we dat de grootste problemen dat ze voor hebben, zijn net met de batterijen en met de batterijopladers. Mm-hmm. Dus ja, als dat... En dat is heb natuurlijk je dat dan wel echt nodig? En dat is een essentieel onderdeel van dat toestel. Ja. En we zien dan ook dat die een kortere levensduur hebben dan de klassieke stofzuigers. Ze doen het ongeveer 5 jaar mee. En dus is het zo dat je er 2 zou moeten kopen om de levensduur van een klassieke stofzuiger te gaan evenaren. Mm-hmm. Dus hou daar ook rekening mee als je een toestel met een batterij koopt. En tenslotte, een belangrijke, waar we het ook al over hadden, kies het juiste merk. En wij kunnen u daarbij helpen. Het is natuurlijk zo, een aantal merken hebben over het algemeen wel goede scores doorheen alle productcategorieën. Maar er zijn ook specialisten. Merken die juist in één toestel net heel goed zijn. Ah, ja. En daar kunnen wij het onderscheid in maken. En er zijn natuurlijk ook af en toe verrassingen waarbij een budgetmerk het net goed doet op levenscyclus en op betrouwbaarheid. En die resultaten kunnen zeker meespelen in de portefeuille, want bij stofzuigers en bij microgolfovens is het verschil tussen het beste merk en het zwakste merk toch... het beste merk doet het dubbel zo lang op de levenscyclus dan het zwakste merk. Dus dat is toch wel een stevig verschil. En zoals we al hadden gezegd, die resultaten worden allemaal binnenkort gepubliceerd online en in het magazine. Ja. Oké, heel goed. Dank je wel, Sebastiaan, om daarover met mij even te komen spreken. En tot binnenkort. Tot binnenkort. Geniet van je zomer. Uwig. Dag.